mensen, leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal. Ik ga jullie vandaag wat meer vertellen over mijn nieuwe bellyboot, de Float Plus One. Ik heb hem net 2 weekjes denk ik binnen. Ik heb hem al geplakt, ik heb er al 2 keer mee gevaren. Echt een superboot. Ik moet nog wel even een patch plakken, dus dat ga ik nog doen. En daarna ga ik jullie wat meer vertellen over mijn nieuwe bellyboot. Nou, om te beginnen het motorsysteem van Float Plus. Dan heb ik hier een hengelsteun van Scotty. Tas om de Shetson op te bergen. Accu voor de motor. Die mooi met kabels door het gat ingaan, zodat je er geen last van hebt. Dan zit hier de aandrijving van de motor. En de accu van de Blackbox en de Fishfinder. Nou, zoals je ziet zitten die accu's super mooi op de boot. Met het nieuwe systeem. Echt top bedacht. En dan een toplicht van Navilite, als ik me niet vergis. Dat is wel een must om te hebben. Anders krijg je boetes, dat wil je gewoon niet hebben. Hier zit de LiveScope transducer. Die zit op een 360 graden paal die je kan draaien, zodat je 360 graden om je heen kan kijken. Hier heb je de afstandsbediening van Float Plus. En de Garmin 923 XSV. Ik heb er daar 2 keer mee gevist, echt een topbeeld. Ik ben er echt super blij mee. Ja, dit was eigenlijk mijn boot. Ik moet nog even pet plakken hier aan de zijkant voor mijn hengelsteun. Want die miste ik wel echt. Dus dat ga ik even doen. Dus eerst even mooi aftekenen waar de pet gaat komen. Dan even afplakken met schildersteep. Dan de pet en de oppervlakte een klein beetje lichtjes opschuren. Sorry voor de herrie trouwens op de achtergrond. Dan maak je de pet vet vrij. En de oppervlakte van de boot vet vrij. Dan gebruik ik de Sawa 70T om de boot te lijmen. Je brengt een dun laagje lijm op de pet aan en een dun laagje lijm op de boot. Ik was even nog iets vergeten. Ik plak de draadeinde altijd af met tape, zodat er geen lijm in de draadeinde kan komen en je daarna geen moeite hebt met opschroeven. Dan ga ik snel weer verder met lijmen, want de lijm moet binnen 10 minuten verwerkt worden. Dat is de pet. En dan doe ik zelf. Zo, dan nog een minuutje of 5 wachten. En dan is de kunst van de pet in 1 keer goed plaatsen en goed aandrukken. Stevig vasthouden. Ik zet het daarna nog even vast met de tape. Zo, we hebben even gewacht om de pet te plaatsen. Thank you.
Zo, die is vast. Nou is de wacht geblazen. Zo, die was hem dan. De pet is geplakt. De hengelsteun die komt hier dadelijk zo op, zodat ik mijn hengels hierin kan zetten. Dus die komt er ook nog bij. Ik ben echt super blij met deze boot. Echt een topboot. Ik wil jullie nog wel even wat beelden laten zien van de eerste vissen met mijn boot. Een dik snoek van ongeveer een meter. En twee mooie snoekbazen op half water. Ja, dat was echt een topdag voor mij. Dus kijk er even naar. Achtste flats, jongens. Dikke bakkel. Oké. Eerste vis op de livescope. Mijn nieuwe boot. Een hele dikke sloep, hoor. Ja. Lekker! De eerste vis op mijn bellyboot. Op mijn nieuwe bellyboot. En met mijn nieuwe livescope. Houtje kapot. Dan mag de pret niet drukken. Ik hoop dat we daar nog een aantal vissen gaan vangen. Ik zie je bij de volgende vis.
three boats. Robin! Ja, mooi 60er, eind 60er denk ik. Ja, toch een prachtig visje, man. Een beetje. Lekker jongens. Kijk, die wou ik graag hebben. Dit is dus mijn bellyboat setup. Ik ben er echt super blij mee. Ik ga er denk ik veel visplezier op beleven. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Vergeet niet even te abonneren op mijn kanaal als je op de hoogte wilt blijven van de nieuwste video's. Daarop vind ik leuk button als je hier iets aan hebt gehad. Bedankt allemaal voor het kijken. Ik zie jullie bij de volgende video. En ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is later.